Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zaterdag 2 maart van Weerplaza. Er is een wisselvallige periode aangebroken. Vandaag hebben we te maken met een zwakke storing die van west naar oost over ons land trekt. Op de satellietfoto is die goed te zien. Morgen trekt de wind aan vanuit het westen en krijgen we een actievere storing met meer neerslag. Daarna, op maandag, trekt een lage drukgebied over de Noordzee, waardoor het harder gaat waaien. Vandaag valt het nog mee met de nattigheid. Vanochtend is het nog tamelijk rustig met een wind vanuit het zuiden, windkracht 3. Het is vaak droog bij een temperatuur van 5 graden in Groningen tot 8 in het zuiden van het land. Vanmiddag blijft het vaak betrokken en wordt het 10 graden in het noorden tot 11 in het zuiden. En zo nu en dan valt er wat lichte regen of motregen. Veel verwacht ik echter niet. Vanavond is het nagenoeg droog. Maar later vanavond en vannacht gaat het regenen. Dus als je carnaval viert, vannacht een paraplu mee. En morgen heb je de paraplu zeker nodig, want het is vaak bewolkt en het regent geruime tijd. Er wordt zo'n 4 tot 8 mm neerslag verwacht. En de meeste regen is weggelegd voor het midden en het noorden van het land. Wel ligt de temperatuur aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. Het wordt 11 graden in Groningen tot 12 of 13 in het zuiden van het land. Daarbij waait wel een frisse wind vanuit het zuidwesten, windkracht 5 boven land, windkracht 6 aan zee. Op maandag hebben we te maken met zware windstoten en een harde wind vanuit het zuidwesten. Het is bewolkt en het regent van tijd tot tijd, vooral in de ochtend. 'S Middags klaart het op en komt de zon erbij. Dinsdag en woensdag is het nog wisselvallig, met af en toe zon en een paar buien. En de middagtemperatuur gaat omlaag naar 8 of 9 graden. En dat is normaal voor de tijd van het jaar. Mijn naam is Diana Woei. Van Weerplaza.